Peach gaat het proberen te openen. Gaat het... Ja, het lukt sowieso. Het is gelijk gelukt. Wat gebeurt hier? Als je maar nou, het klopt. Er zit nou de verweerde kaart in deze envelop. Kijk maar eens. Ja, Mario knikt. Ja, die ziet het ook. Dit is de schatkaart. Wat zien we allemaal? We zien een spoor lopen. Links zag ik een bos. Nou, de schipper die zegt dat wij hier niet naartoe moeten gaan, maar we gaan hier toch naartoe. Ik denk dat wij daar nu op de kade staan. Ja, laten we door de buis gaan. Naar de ruïnes van Boevegum. We zijn nu in de ruïnes. Onder de stad. Ik wil dit kapot maken. Ik wil deze muur kapot maken. Waarom kan dit niet? Oké, potverdorie. Ik kan wel deze kant op. We zijn namelijk op zoek naar de plek waar we de kaart omhoog kunnen houden. Zodat de locaties van alle kristallen, juwelen die we moeten hebben... Dat die... Wow. Dat die tevoorschijn komen. Maar we hebben wel een sterrenstuk gevonden. Wat is dit voor deur? Wat is hier? Oh, hallo. Ahaha, welkom Mario. Ik ben Merlief, de lieve waarzegster. Met mijn mystieke gaven zal ik vinden waarnaar je op zoek bent. Het licht van de fonkelende sterren tonen wat ik wil zien. Oh, kijk, dan kunnen we een zonneteken, sterrenstuk of iets kunnen we revealen. Nou joh, ik ga dat allemaal wel zelf proberen te vinden. Ik heb nog niet zoveel muntjes, hè? Maar bedankt voor je hulp. Oké, ik zie platformpies. We moeten naar de overkant lopen. Oh, wat? Wie praat er tegen mij? Iemand zegt, denk jij dat je hier zomaar rond kan lopen? Lui van de grond denken dat ze alles kunnen maken. Oh, wij hebben zon en frisse licht. Oh, kom hier, snor, man. Dan zullen we je wel manieren bij brengen. Ik wil best vechten. Goombella wil niet vechten. Als je niet wil knokken, kom dan niet onder de stad. Niemand waagt het om ons uit te dagen. Kom op, we pakken ze. Wajo, ze komen gewoon met z'n allen. Heb ik al tactieken? Nee, verdedigen. Voorwerpen heb ik ook nog niet. Ik kan alleen nog maar springen en slaan. Spring op jouw hoofd. Hartstikke idee. Doei. Kopstoot. Oh, shit. Ik dacht dat de kopstoot gewoon horizontaal zou zijn. Potverdorie. Daar moet je natuurlijk niet op springen. Auw. Hoppakee, perfect afgeweerd. Oké, ik ga op de Paragoomba's hoofd springen. En Goombella gaat even de tipgever doen. Ik ga even kijken hoeveel HP deze gekke man heeft. Die heeft 2 HP. Oké, bedankt voor deze info. Oké, nu ben ik het zat. Nu krijg je een hamer op je hoofd, vriend. Hatseflats. Ja, en nou wegwezen met jullie hasses. Doei. Stelletje stakkers, dat was te gek. Eens even koekeloeren. Laten we eerst eens even deze kant op gaan. Deze buis in. Hopelijk vinden we hier iets wat we goed kunnen gebruiken. In deze gekke ruïnes. Kijk, als ik op zijn hoofd spring, dan ben ik gelijk als eerste aan de beurt. Dat is nice. Hartstikke idee. En dan is er al 1 weg. Easy. Hoppa. Kijk, dit zijn de makkelijke gevechten. Hey, hier is een kistje. Daar zit een paddenstoel in. Ah, kijk, daar krijgen we 5 HP. Als we die gebruiken. Hey, en een vuurbloem. Nice. Wat is dit allemaal? Deze kunnen kapot. Oh, hier is nog een buis. Waar ga ik helemaal naartoe dan? Jeetje, wat is dit voor plek? Wat is dit? Oh, die gaat verdwijnen. Oké. Okay. Wat zijn dit dan, joh? Hartstikke idee. Die hebben in ieder geval meer dan 2 HP, zo te zien. Hartstikke idee. Oké, okay, die is kapot. Kan je die ook een kopstoot geven? Ik ben heel benieuwd. Ja. En weg ermee. Oké, okay, ik ga niet alle gevechten helemaal in beeld brengen tijdens heel dit avontuur. Ik denk dat dat niet nodig is. Wordt ook een beetje saai om naar te kijken. Alleen de leukste gevechten, die komen wel in beeld. Boven ligt wel een sleutel. Oh, ik weet nog niet hoe ik daar kan komen, maar ik weet wel dat ik dit blok natuurlijk in kan drukken. En oké, dan gaat dit weg. Hierachter is ook nog iets hoor. Maar ik heb nog geen manieren denk ik dat ik dit ook echt af kan halen. Misschien moet ik hier eraf vallen. Ja, kijk, nu hebben we de sleutel. De zwarte sleutel. Oké, gaan we hier naartoe. Ik denk dat ik nog niet alles kan pakken misschien. Hey, oké, kistje. Zwarte sleutel voor het zwarte kistje. Wat zit hierin? Hey, jij daar, hoor je mij? Er zit er iemand in. Jij neemt me niet in de maling. Zou het kunnen dat jij de legendarische held bent? Dat klinkt goed. Legendarische held klinkt goed. Maar de legendarische held is de enige die de stemmen zoals de mijne kan horen. Oh, al lang geleden sprak een boze geest een vloek over hem uit. En tegen wil en dank belandde hij in deze kist. En de professor zegt... Jee, ik heb mijn bedenkingen over de betrouwbaarheid van deze kist. Wellicht is het een wijs besluit om met geen enkel woord te reppen over onze zoektocht naar juweelsterren. Oh, je hebt het al verklapt, maat. Oh my god. Hoorde ik nou goed dat je op zoek bent naar de juweelsterren, zegt de stem in de kist. Nou, is goed. Ik ga hem bevrijden. Ik ben heel benieuwd wat er in die kist zit. Ik ben nu veel te nieuwsgierig. Ik wil gewoon weten wat er in die kist zit. Maak me open, Mario. Doe maar. Laten we die kist openen. Dank je. Maar niet heus. Ezels. Wat? Wat is dit? Wat is dit? Oké. Dacht je nou werkelijk dat ik ging helpen? Ik ga mijn frustratie op jouw bot vieren. Dat zijn de regels. Maak je borst maar dat. Frommel en vrouw, wat gebeurt er nou? Ik spreek een vloek uit over je. Auw!
Bro, ik heb je net uit die kist gehaald. Dat is even normaal, joh. Ik heb een vloek gekregen. Als ik op bepaalde plaatsen op ei druk, zal ik veranderen in een papieren vliegtuigje. Oh, maar dat is volgens mij super chill. Nou, bedankt hè, maat. Top. Dat vind ik helemaal niet erg. Want ik zag al die platformen inderdaad. En ik dacht al, wat moet ik daarmee doen? Moet ik daarop slaan? Of wat is de bedoeling? Maar kijk, als we hierop drukken op ei, dan veranderen we in een vliegtuigje. En dan vliegen we gewoon de andere kant op. Ik ben hier heel blij mee. Ik vind het helemaal niet erg. Jij vreselijke geest in de kist. Door gewoon op B te drukken, worden we weer normaal. Dus het is helemaal niet erg. Hey, bedankt, maat. Ik zal even meer kistjes openen in de toekomst. Kijk, dit is helemaal top. Dan gaan we gewoon lekker een beetje zo vliegen. En dan zijn we nu hierboven. En dan kunnen we weer normaal worden. En dan kunnen we hier naartoe. Zo erg is dat niet. Oh, zijn we nu bij de poort gekomen? Dan moest ik nog eigenlijk eerst even terug naar boven, denk ik. Want daar was ook nog een plekje waar we naartoe konden. In ieder geval zegt de professor... Oh, Mario, Goombella, kijk nou eens. Is dat de Millennium Poort? Ik kan haast niet geloven dat die echt bestaat. Dus de legende is waar. Kom, laten we wat dichterbij. Ja, wacht. Ik moet eerst terug. Ik ga straks naar de Millennium Poort. Ik had namelijk nog wat gezien. Als we namelijk helemaal terug naar boven gaan... Kijk, dan komen we hier terecht. En dan kunnen we ook nog ergens naartoe vliegen. Kijk, zie je daar... Oké, dat was net niet goed genoeg. Maar ik denk dat ik hier misschien nog niet verder kan. Oké, we kunnen niet in het water springen. Ik ga met jou mee naar die deur. Want ik ben nu ook zelf heel erg nieuwsgierig. Allemaal gebroken pilaren ook hier zo. Oké, laten we hier gaan staan. Dan moeten we waarschijnlijk de schatkaart omhoog halen. Op dit pilaartje, de plekje. Oh, wat gebeurt er? Ja, kijk, er gebeurt nu al iets, hè. Wat is dit? Wij zijn de legendarische held. Ja, wij zijn de legendarische man. En professor en Goombella. Wat gebeurt er, zegt Goombella. Wow, nou, dan kunnen we ons inderdaad even afvragen. Wat gebeurt er? Kijk, hier dus de magische kaart, de schatkaart. Die houden we omhoog voor de Millennium Poort. En waarschijnlijk wordt nu dus bekend waar al die stukken zich bevinden die we moeten gaan vinden. En die we dan waarschijnlijk straks hier in de deur moeten stoppen om hem ook echt open te maken. Ja. Is dit de eerste plek waar we eventueel naartoe moeten? Dat is een kasteel daarachter. Ja, best wel een hoog kasteel ook. Ja, kijk, en daar is dus zo'n ster te vinden. Alright, oké. De locatie van een juweelster is op de magische kaart verschenen. Mario heeft een super actie geleerd. Je kunt nu zoete kou gebruiken. What's zoete kou? What does that mean? De lichten die hebben Mario een mysterieuze vaardigheid gegeven. En laten we naar mijn huis terugkeren en daar de kaart nader bestuderen. Oké, daar zijn we weer. Terug in het dorpje. Weet u wat er gebeurd is, professor? Ja, natuurlijk. Spits je oren maar. Wat ik eerst even kwijt moet is dat de kaart echt fenomenaal is. De kaart heeft een soort magische radarfunctionaliteit en toont ons de locatie van een juweelster. Zo te zien is de allereerste juweelster in Bloesemwoude. Mag ik een duimpje omhoog voor Bloesemwoude? Daar wou ik altijd al wonen, denk ik. Nee, eigenlijk niet. Maar wel een duimpje omhoog en abonneer als je van Nintendo houdt, want dan moet je op dit kanaal zijn. Anyway, de professor zegt... Ja, dat is een uitgestrekt weideland ten oosten van Boevegum. Ik heb altijd al vermoed dat er daar iets schuil ging. De naam van dat gebied dook namelijk af en toe in mijn onderzoek op. Prima, dan gaan we daarheen. Maar hoe komen we daar? Ergens onder de stad, er is een buis die naar Bloesemwoude leidt. Als jullie die kunnen vinden, dan komen jullie er in een hand omdraaien. En de professor die vraagt zich af hoe wij aan de magische kaart zijn gekomen. Ja, en Mario zegt van Prinses Peach, maar... Oh, deze professor kent wel Prinses Peach, maar geen Mario. Potverdorie. Ik wist het! Je prinses is onlangs bij me geweest, Mario. Ze wilde meer over de schat te weten komen. Ik heb haar over de juweelsterren en over mijn vermoedens over Bloesemwoude verteld. Zou ze in haar eentje naar Bloesemwoude gegaan zijn? En Goombella die zegt, ja, er zijn ook engels op zoek naar die juweeldingen. Zouden Peach en de boeven samenwerken? Nee, natuurlijk niet. We moeten zo snel mogelijk naar Bloesemwoude. Oké, is goed. Nou, de professor die gaat niet mee, want hij zegt dat hij oude Goomba-botten heeft. Is goed, professor. Daar gaan Goombella en ik samen. Nou, de professor die zegt, ja, door dat licht wat erop je scheen, kan je nu een superactie uitvoeren. Die sterren daarboven, die hebben nu één stipje. Eén stipje sterrenkracht. En daarmee kunnen we de zoete kou gebruiken. En daarmee herstellen we alles lekker, man. Onze HP, onze BP. Wow. Wacht, hoe moet dit? Oké. Ik moet heel veel sterren schieten gewoon. Ik kan gewoon de hele tijd gewoon... Is het gelukt? Is het goed genoeg? Oké, 3 hartjes erbij. 4 bloemetjes erbij. Ja, we krijgen nog een cadeautje mee. Oeh, kijk. Een penning, genaamd krachtklap. Ja, kijk, daarmee kunnen we dus aanvallen of dingen kunnen we sterker maken. En hiermee wordt dus de hameraanval sterker. Maar dan moet je wel een speciale aanval doen die bloempunten kosten. Nou, helemaal goed. Op naar Bloesemwoude. Wat kijkt deze toadboos, joh. Ja, oké. Die zegt ook gelijk, halt, jullie daar, beweeg je niet.
Kom niet in deze richting. Er is net een vreselijke lomper tegen me aangebotst. En daarbij ben ik wat contactlens kwijtgeraakt. Oh, ja, dat is vervelend. En succes met zoeken. Oeps. Ik heb de contactlens geplet. Zag je net? Mijn contactlens is aan gruzelementen. Ik zei toch, verroer je niet. Is er iets mis met je oren? Of ben je gewoon dom? Het is een freaking jeugd van tegenwoordig. Het is jouw schuld. Jij knurft. Ik moet nu een nieuwe kopen, maar jij gaat hem betalen. Ik eis schadevergoeding. Wilde je door deze poort gaan? Nou, daar steek ik mooi een stokje voor. Jij brokkenpiloot. Ik laat je pas door deze poort gaan als je mijn nieuwe contactlens brengt. Hoe moet ik aan een contactlens komen? Ik wil graag een contactlens kopen. Eén momentje, zegt de toad. Die loopt even naar de andere toad. Maar een contactlens, ik weet niet, maar een contactlens, een contactlens. Spijt me, we hebben geen contactlensen op voorraad. Ja, dat is wel naar. Kan je eentje voor je bestellen? Voor me bestellen? Misschien moeten we die kant op. Misschien ligt daar een contactlens. Laten we die in de volgende aflevering gaan zoeken. Doe een duimpje omhoog en abonneer als je die aflevering ook wil zien. Zet gelijk even het belletje aan. Ik vind het een leuke game. Ik hoop jij ook. Tot de volgende. Mazzel!